Ja, goedemorgen dames en heren. Dit is Manny Bonte met weer een nieuwe aflevering van Radio Centimo. Ja, en je zou misschien zeggen, wat zit ze daar raar bij? Oh, wacht eventjes. Eventjes aanzetten. On air, wacht even. Ja, Hebrand. Je zou misschien zeggen, wat zit ze raar hoog? Maar dat komt, ik heb een kussentje gekregen, ja, van een buurvrouwtje. Wacht even hoor, ga het even laten zien. Moet ik even opstaan, omdat ze zegt, ik zie dat je altijd spijt in je rug hebt. Kijk dan, ze zegt, neem dat ding van mij en ik gebruik het niet. En dan kan je op zitten en dan zit je heel goed. Nou ja, ik moet het allemaal nog zien. Maar ik denk, wie die waagt, wie die wint. Ik hoop dat jullie mij kunnen zien allemaal, ben ik in beeld. En ik zie dat er alweer mensen aanwezig zijn, dus we gaan eens even kijken wie er allemaal in de haas zijn. Even kijken hoor, Ben is er, Ben zegt, ik ben daar weer na een heerlijke zondagmiddag die tot 9:30 duurde. Zo, dat klinkt goed. Ja, het is een mooi begin van de zomer. Dat hebben we niet lang niet meer zo gehad. Dat is helemaal waar. Therese is er, Rian is er. Hey Rian, nog gefeliciteerd met je mannetje. Die was jarig vrijdags. Ja, ik heb het allemaal gezien. Wacht even hoor, er zit weer een vlek op de camera. Enfin, Lydia is dat, die zegt goedemorgen allemaal. Ineke Imtron zegt goedemorgen. Isabella Arets, ja, Bella helemaal vanuit het verre Spanje. Goedemorgen allemaal. Puk zegt, wat een vrolijke drapering. Wat een vrolijke drapering. Marijke zegt, morgen Manny, Jimmy Knebel, eindelijk even de tijd om naar je te kijken. Ja, je bent natuurlijk altijd horen je bezig met je kleinkind. Dat zie ik allemaal op dat Facebook voorbij komen. Annemarie van Vliet zegt goedemorgen. Bella zegt goedemorgen. Stephanie, kijk, dat is leuk dat mensen elkaar ook weer gedag gaan zeggen. Puk zegt goedemorgen. Ja, ach Stephanie, wat ben je warm gekleed. Ach meid, dat is weer zo'n verhaal. Ja. Carla zegt go girl, gezellig. Henk is er ook weer bij. Teun, fleurige outfit, dankjewel. Ja, lekker zacht. Marijke zegt lekker zacht. Praat ik zacht of is de stof lekker zacht? Of bedoel je dat dingetje waarop op zit? Nou, ja, het is best zacht. Er zitten wel allebei puntjes, maar het zit wel zacht. Goedemorgen allemaal. Je bent in beeld. Oh, zegt Lydia. Dat is fijn voor te weten. Goedemorgen, Manny Bonte, zegt Bella. Is ook leuk. Mooie sjaal, dankjewel. Je lijkt het Martien Meiland wel, zegt Carla. Nou, inderdaad, die loopt ook altijd met zulke sjaals. Loopt hij met zulke sjaals gewoon de boel te verven en al die dingen meer. Ook zoiets. Hey Doris, die is daar. Goedemorgen. Kabi, hey, wat een heerlijk kussentje. Ja, jij zou ook wel zo'n kussentje willen natuurlijk. Mirjam is dat, die ze gisteren een heerlijke avond en dag had in de tuin van Kabi. Kijk, dat is lekker als je iemand kan met een tuin, dat je dan de mastuin kan gaan zitten. Heerlijk, geniet ervan. Het lijkt het wel een aanbijkussentje. Nou, leuk dat je erover begint, Stephanie. Want dat is nou wel weer toevallig. Vandaag dacht ik, hoe zit het eigenlijk hier met de aanbijen onder de mensen? Hè, want je hoort het veel en je hoort er weinig over. Want de mensen praten er niet graag over. Het is allemaal verborgen. Maar ja, je kan er maar last van hebben. Ja, dit is voor de rug. Toevallig heb ik nou geen last van aanbijen. Maar ja, je hoort het allemaal. Nicolet zegt goedemorgen. Nou, dat is een lange tijd geleden inderdaad. Riek Batelaan van Bokstel zegt morgen. Leonie zegt de koffie staat klaar. Nou, bij mij niet. Ik krijg weer een bak met van die kruidenthee. Daar ben ik lekker mee. Stephanie zit lekker in de tuin. Nou, Kabi zegt, wat zit je er trouwens bond bij? Nou, kan je vertellen? Vanmorgen was het dus heel erg koud hier in de kamer. Ja, daar is iets raars hier. Ze zijn allemaal bezig met alles hier binnen. Dus ik zat het hier af te niften. Ik denk, nou, ik trek een warme trui aan. Nou is het denk ik de andere kant op geslagen. Nou zit ik uit mijn voegen te zweten. Maar ja, ik laat het nou maar zo. Kom hierna wel. Hé, Johan zegt, goedemorgen allemaal. Nolly is daar, leuke trui. Ja, inderdaad, een beetje warm met dat weer. Johan zegt, hey, dag Carla van de Engel. Dus Carla, ik had je nog niet gezien volgens mij, maar leuk dat je er ook bent. Nathalie Goossens is er weer bij, Ron is erbij. Wat zeg je me nou? Bella zegt, ik word weer oma. Oh, meid, gefeliciteerd. Oh, wat heerlijk. Oh, zo'n kleintje weer in je armen houden. Oh, meid, gefeliciteerd. Wanneer komt het? Ja, dat zou ik wel willen weten. Hey, Aart is er ook weer. Dat is ook gezellig. Nicolette zegt, die moet alweer gaan bijna. Mieke is daar, Volkert is daar, die heb ik ook een post neergezien. Oh, kijk, Anneke weet dan weer dat kussentje traint je rugspieren. En moet ik er dan wat mee doen of moet ik stil blijven zitten? Of moet ik juist dit doen? Dat je zo je rugspieren traint. Dat wil ik graag weten.
Ah, kijk, Stephanie is ook een makkelijke poepprater. Ik ben zelf ook een makkelijke poepprater. Ja, ik denk, je kan het er maar beter over hebben. We doen het allemaal. En soms heb je last ervan. En we hebben het allemaal in de familie ook. Weet je, dat je dan... Ik weet nog goed, we gingen altijd naar... En dan laat ik eerst even iedereen gedag zeggen. Peter, is er ook gezellig, mensen. Fijn dat jullie allemaal weer bennen. Hè, ik heb er gewoon zin in. Het is alweer zo'n poos geleden van mij. Ja, afgelopen donderdag. In januari... Oh, krijg je er twee? 1 in januari en 1 november. Oh, wat heerlijk. Oh, meid. Nou, ik zou er lekker van genieten. Krijg je eerst dat hele gedoe met die berg, die gaat groeien. Ja, ik moet zeggen, in mijn tijd was het heel anders hoor. Ik was veel te zwaar. Dat kind van mij, dat woog bij de geboorte, geloof ik, 13 pond. Ik dacht dat ik uit elkaar knapte. Ik zeg, dat doen we niet meer hoor. Ik zeg, hè, met zo'n. Maar ja, vroeger was dat heel anders. Dan liep je gewoon maar door. Je liep maar door. Dat kind kwam niet. Liep je maar door. Tegenwoordig gaan ze dat kind halen. En dan heb je niet meer kinderen van 13 pond. Nou, mijn tijd wel, Rob. Nou. Ik zeg het nog vaak tegen ze, joh, wat jij je moeder al hebt gedaan. Alleen al, hè, door in die buik. Die hele buik was uitgewoond. Ik leek het wel een kogel, een lege kogel van binnen toen die eruit was. Nou, over kakken gesproken. Ga dan maar eens kakken. Hè? Als je net een kind op de wereld hebt gezet, ga dan maar eens proberen te kakken. Ja, dat weten de mannen hier niet, maar dat is helemaal niet makkelijk hoor. Afijn, stilzitten op zo'n kussentje niet. Oh, dus ik moet niet stilzitten. Even kijken. Oh, Jaap van Engels ook, goedemorgen. Astrid is er, ja, 13 pond. Nou, dat was met haar dat leek het wel een reus. Ik zeg, is dat normaal? Ik zeg, het lijkt het wel alsof hij zo naar de kleuterschool kent. Nou, zegt die zuster tegen mij, dat is niet normaal. Ze zegt, dat is een Saka-baby. Waarschijnlijk heb je Saka gehad tijdens de zwangerschap. Ik zeg, Saka, ik? Ja, een kat hoor, zo. Ik zeg, maar jou bekijk ik niet meer met je Saka. Ik zeg, maar goed, zorg maar dat die baby, dat het allemaal goed komt en dat ik een beetje mee kan komen. Maar kon je allemaal niet hoor. Ja, kreeg je zo'n sluitlaken om. En dan deed ze heel hard dicht. Nou, toen kwam het nog weer een beetje op orde allemaal. Wat een ellende allemaal, zeg. He, nou ja. Ik zat iets anders te vertellen, ben ik alweer vergeten. Maar ja, wat geeft dat? Komt allemaal wel weer. Even kijken, had ik per ongeluk met een perswee? Wat dan, Els? Vertel eens. Roos is er ook. Maar vertel eens, Els, wat had jij met een perswee? En wat een weekend, hè, mensen. Het was raar weer. De ene dag was het heel warm. De andere dag was het een beetje zo-zo. Tenminste, wat ik hier heb kunnen zien allemaal. Enfin, Rob die belt mij ineens op. Ik denk, wat krijgen we nou? Ik zeg, goh. Ik zeg, wist je het nummer nog? Hij zegt, nou, je hoeft niet gelijk te katten. Ik bel toch op? Ik zeg, ja, nou ja. Ik zeg, hoe is het? Hij zegt, nou, helemaal niet goed. Ik zeg, oh. Hij zegt, nee. Ik kom net van zo'n punt af. Ik zeg, oh, wat voor punt? Hij zegt, nou, ik heb mijn eigen laten testen. Ik zeg, oh, waarom? Hij zegt, nou, ik denk bij mijn eigen, misschien heb ik wel coronie. Ik zeg, oh. Hij zegt, ja, ik loop te hoesten. Ik heb jeuk in mijn, pijn in mijn keel en ik heb weinig adem. En hij zegt, ja, ik maakte me eigenlijk toch zorgen. Ik ben toch onder de mensen. Ik denk, dat ken niet. Dus ik heb me eigen laten testen. Ik zeg, oh, en vertel eens. Hij zegt, nou, je maakt een afspraak. Hè, voor de mensen hier. Ik weet niet of iemand zijn eigen al heeft laten testen hier. Maar hij zegt, je belt op. Hé, Caroline is er ook. Ja, ik zie het allemaal reacties voorbij komen over die zwangerschappen. Dus Leonie was degene die tijdens mijn geboorte gedrukt. Nou, ik wil het allemaal heel graag weten. Ik lees het zo. Afijn. Dus Rob zegt hij had een afspraak gemaakt. Hij kon dan terecht in Nootdorp. Ja, ze allemaal niet in Den Haag, hè? Dan moet je dus voor buiten de stad wezen. Wonen we hier in een grote stad? Staat er overal dat er in Zuid-Holland zo vreselijk veel, vooral in deze omgeving, zo vreselijk veel coronapatiënten binnen? Nee, we gaan lekker buiten de stad het regelen. Hij zegt, jij had er niet heen gekend, zegt hij tegen mij. En ik zeg, oh, waarom niet? Hij zegt, nou, je moest met een wagen. Hij zegt, hij wou we Joëlle meenemen voor de gezelligheid. Maar nee, u mag alleen maar alleen nog komen. Hij zegt, oh, afijn. Hij gaat daarheen. Hij zegt, sta ik eerst in een rij, in een hele lange rij. Ja, sta je gewoon in de rij. Ramen dicht. Hij zegt, nou, er was een bloedhit in die wagen. Hè? En hij rijdt altijd juist lekker met de ramen open. Mocht niet.
Enfin, dan moet je laat je je paspoort zien en je laat weet ik nog wat zien. En dan kom je door, hij zegt, en dan moet je uit de wagen stappen, half met je benen zo. En dan moet je met je hoofd, hè, heb het beschreven, krijg de indruk zo. Zo met je hoofd omhoog. Hij zegt, en dan gaat er een vrouwtje, nou een aardig vrouwtje, ja, drijf in is het inderdaad. Die gaat met een wattenstokje. Nou, ik weet niet hoe lang dat ding was. Hij zegt, die ging in je neus. Ik wist niet dat je zo ver kon komen met een wattenstaafje. Hij zegt, het was heel raar. Helemaal zo hierachter. En daarna, zegt hij, toen ging ze ook nog zo in zijn keel. Hij zegt, nou, ik was er gewoon beroerd van. Hij zegt, was ik niet beroerd door de coronie? Was ik wel beroerd door dat gedoe? Ja, is allemaal waar gebeurd. Hij zegt, maar het is ook eng, want je ziet voor je staat er iemand te wachten met zijn wagen. En die staat ook zo. Hij zegt, en dan moet je dan naar kijken. Hij zegt, dan heb je al helemaal geen trek meer. Dan moet je zelf nog. Dan zie je dat iemand zo naar buiten hangt. En dat ze zo met die stokjes naar binnen steken. Enfin. Nou ja, het is een hele belevenis. Nou, we zitten te wachten op de uitslag. En ja, het kan wezen dat die man ineens belt. Maar het kan ook wezen van niet. Ik weet het niet. Enfin. Nou ja. He. Ja, Stephanie zegt, druk er bijna je hersens eruit. Lekker dan, heerlijk. Nicolette zegt, mijn zoon komt lekker meekijken. Oh, leuk, dat is gezellig. Het is ook, ja, wanneer krijgt hij de uitslag, zegt Bieke. Ja, dat is de pest. Ze zeggen tussen, weet ik, 24 en 48 uur. Dus het is allemaal afwachten. We wachten het gewoon af. Ik denk niet dat hij het heeft, hoor. Kijk, dat is die Joelle, die hoort dan dat hij loopt te hoesten. Die is gelijk in de paniek. Ja, je hebt natuurlijk coronie, En die stuurt hem gelijk erheen. Moet je eens afwachten. Nou ja. Even kijken hoor. Ja, met je hoofd omhoog zeg maar raken. Die weet dat allemaal. Even kijken. Gemene test. Ik heb ook laten testen. Oh, Leen, die weet je ook de uitslag al. Even kijken. Drijf in. Wat een weer. Hè. Helemaal Nooddorp. Naaldwijk. Precies. Leidschendam zat helemaal vol. Kon dit niet terecht. Dat was jammer, want hij woont vlak bij Leidschendam. Oh, gelukkig Joke. Lekker harde show. Hey, Ruud is er ook. Oh, Els zegt al, met Leonie heb je dat allemaal gehad. Een strontjong. Ja, dat begrijp ik ook nog wel. Ja, nou die van mij ook wel. Ach, kijk, dat is leuk. Lydia zegt, ik had mijn kleinzoon te logeren het hele weekend. Dat is gezellig. Kijk, leuk. Nou ja, weet je, het is allemaal ellende, joh. Hè? En je hoopt dat het allemaal weer allemaal goed komt. Even kijken, hoor. Want straks vliegen we eruit. Dus ik gooi het eventjes de stekker in het stopcontact. Maar ik zat te denken, wat gaan we eigenlijk doen vandaag? We zijn al bijna een kwartier onderweg en we hebben het nog helemaal niet gehad over wat we eigenlijk vandaag allemaal gaan doen. Oh ja, hebt hij een dag of vier bot te wachten, je neef? Oh, ja. Oh, Constant heb het ook gehad, maar geen coronie? Of wel? Oh, Leonie heb geen coronie, was op mijn werk in mei. Oh ja, dan moet je natuurlijk allemaal heel erg bij opletten. Hè? Als je tussen de mensen werkt waar coronie is. Dan gaan ze gelijk lopen bellen en al die dingen meer. Ja, dan moet je nog vooruit kijken ook. Maar goed, enfin. Wat gaan we eigenlijk allemaal doen vandaag? Nou, het begon er alweer mee vandaag. Het was weer zo'n mooie dag. Ik vraag het altijd hier aan zijn grietje van, joh, kan je voor mij even de boel uitprinten? Dan heb ik hier paparazzen. Ze zegt, de printer is kapot. Ik zeg, oh. Ik zeg, nou, ze zegt, ja, dat weet ik niet. Ze zegt, maar dat ding is kapot. Ik zeg, ja, nou, ik heb toch papier nodig. Ze zegt, nou, dan moet u het opschrijven. Ik zeg, nou, dat bepaal jij toch niet? Ze zegt, nou ja, dan schrijf je het niet op. Kan mij het schelen. Jij vraagt om. Ik zeg, luister. Ik zeg, daar is het gat van de deur. Ik hoef je afgelopen niet meer te zien. We hadden comediant of fijn. Ik heb het lekker opgeschreven voor mijn eigen. We gaan natuurlijk de aanbieding van deze week eventjes voorbij laten komen. Felicitaties. Tip van de dag, moment van de dag, kijkers helpen kijkers en Manny's bonte klerenkast. Nou, er zijn al diverse opmerkingen gemaakt over mijn outfitje. Dus dat is alleen maar mooi. Even kijken. Nou, ik had een beetje het volgende. Wacht even hoor. Huppakee. Krijgen we weer die piep, let op. Oh, wacht even, er wordt nog gezongen, ja. Oh, dat moeten we niet hebben, joh. Ja, en dat was Rita Hovink, die je hoorde aan het begin. Die heb allemaal nummers waar ik geen weet van had. Dat is alweer weer leuk. Dit is de aanbieding van de week. De aanbieding van de week. Dit is de aanbieding van de week.
een mooie aanbieding. Heel de week in de Oase een kop koffie met een Berliner Bol. Ja, en dat is mooi voor maar €3,35. Want ik heb jullie hier wel eens verteld, het verhaal van de Berliner Bol. Dat ik vroeger met mijn moeder altijd graag Berliner Bollen haalde. Bij zo'n man, zo'n vent met zo'n bak voor zijn eigen. Die leed dan vol met allemaal lekkere dingen. En dan zagen we hem buiten lopen. Zei mijn moeder, oh, ga jij gaan een Berliner Bol. En dan rende ik naar buiten, haalde ik een Berliner Bol. Totdat we die vent ineens in zijn pishok zagen lopen. Met onze Berliner Bollen. Hij moest natuurlijk pissen. Ja, dat begrijp ik ook nog wel. Dat moet gebeuren. Gaat die vet met dat hele harde bord vol met die lekkere dingen. Loopt hij zo dat pishok in. Nou, we hebben er nooit meer trek in gehad. Ik heb het daarna nooit meer gegeten. Ja, nog wel eens een beetje van een kraam. Maar niet meer op die manier. Nee, dat vond ik zo eng. Maar nou is het dus in de aanbieding. Ik heb geen idee of ze met vla of iets zijn gevuld. Of met confituren, dat ken ook. Daar konden ze niks over zeggen in de Oase. Nee, dat weten we niet. Het is maar net welke ze komen brengen. Ja, daar doe je het mee, daar doe je het mee, daar doe je het mee. Nou ja, enfin. Even kijken hoor. Dan gaan we natuurlijk. We gaan als een trein, want ik heb alweer zo lang lopen lullen net. We gaan even gelijk door. Dan moet ik weer even... Tuppie. Ja. Wie heeft er een tip? Een tippie. Wie heeft er een tip? Een tippie. Een tip voor men. Want we willen al wat tips. Zeker in deze dagen is het heerlijk als je tippies krijgt van mensen. Want die helpen je de dagen weer door. Nou, we hebben een tip van Linda Gijs. Linda Gijs die zit altijd te kijken op Toetoep. Dus die zit hier dan niet bij, maar die zit wel op Toetoep. En die ziet het dan straks. Want het gaat natuurlijk straks weer op Toetoep gezeten worden. En zij zegt, nou, als je ruim een uurtje ontspanning en vermaak wilt, dan kun je kijken naar de voorstelling. Ja. Nou, iets van mee pesavond of zoiets van Mark-Marie Huibrechts en Marcel Musters. Nou moet ik zeggen, nou ben ik zelf een hele grote fan van Mark-Marie Huibrechts. Dat vind ik zo'n enige gozer. Ja, ik weet niet wat die gozer hebt. Daar heb ik gewoon helemaal een zwak voor. Vind ik zo'n leuke, lieve gozer. En die doet dat zelf samen met die Marcel Musters. Is ook een leuke acteur. Op Toetoep kun je dat zien. Mee pesavond. Dat schijnt heel leuk te wezen. Ik zou het zelf ook graag willen zien vanwege die Mark-Marie Huibrechts. Dan hebben we nog een beetje een onbedoelde tip van Stephanie. Die helemaal niet weet dat ze een tip heeft gegeven. Maar ja, die geeft tippies zomaar weg. Maar die geeft ook tippies zonder dat ze er eigen erg in heeft. Want wat zag ik? Dat Stephanie iets had gedeeld dat ze naar een iets toe gaat. En dat heet... Vintage op het Voorhaat of zoiets. Op 4 juli. Nou, mensen die van Vintage hadden, die kennen dus naar het Voorhaat. En die kennen op 4 juli daar lekker pakken wat je pakken kan. Nou ja, je moet er wel voor betalen. Maar dat is een leuke markt. Dus dat vond ik een hele goede tip. Dus dank daarvoor. En dan had ik nog een tip, maar die ben ik nou vergeten. Die staat hier ook niet bij. Nou ja. Misschien dat ik hem straks nog weer te binnen schiet en dan komt hij alsnog. Maar voor nu weet ik het niet. En dan wou ik, kijk, even twee vliegen in één klap slaan. Want we hebben natuurlijk altijd... Komt-ie, let op. Ja. Komt-ie. He. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Luca. Ja, we hebben altijd felicitaties. Nou, Rian, gefeliciteerd nog met die man van je. Bella, gefeliciteerd met die twee prachtige kleinkinderen die op komst binnen. Want dat is natuurlijk ook prachtig nieuws. Ja, dat is geweldig. En voor al die andere mensen die jarig binnen, ook gefeliciteerd. Maar ook wie ik wil feliciteren, is Jaap Robben. Dus zou je zeggen, Jaap Robben, die kan ik niet. Ja, haal nou maar je, schrijf er nou maar mee uit. Die gaat maar door, die maat, of hem. Jaap Robben, dat is een dichtermaker. En die heeft mij al diverse keren een gedichtje gestuurd. En
Nee, die heeft mij geen gedichten gestuurd. Dat zeg ik nou. Ik ken ook geen twee dingen tegelijk. Maar die hebben hele leuke gedichtjes. Ik heb al een paar keer een gedichtje van hem voorgelezen. Dat wou ik zeggen. Dus, nou ja. Fijn, ik dacht, hij is jarig vandaag. En heb mooie gedichtjes. Dus ik ga even wat voorlezen. Eerste gedichtje heet Kwijt. Hoe kwijt kan iets wezen wanneer ik het met dichte ogen nog steeds kan zien? Dat vind ik een hele mooie. En dan Kwikkel, let op. Ik ben niet bijzonder, daar ben ik al gewend. Ik ken geen truc die niemand kent. In de stilte van mijn hoofd bewaar ik geen geheim dat mij de moeite maakt. Voor mij bestaat zelfs geen recept, omdat mijn vlees naar lucht en water smaakt. Misschien moet ik maar hopen dat een mensenhand na 1000 jaar een paar bordjes van me vindt en zegt, ik weet niet wat het geweest is, maar dit was zo te zien, een heel bijzonder beest. Mooi hè? Ja, en ik vind dat leuke gedichtjes. En hij is dus jarig, dus ook hij gefeliciteerd. En Lydia, gefeliciteerd, ja, 44 jaar getrouwd. Nou, dat kennen er maar weinig zeggen. Lydia is vandaag of 44 jaar getrouwd met haar man Paul. En die hebben het goed voor elkaar met z'n tweeën. Die hebben het al die tijd volgehouden. Stephanie zegt, is dat een voetballer? Ja, jij dacht natuurlijk aan, hoe heet die? Arjen Robben. Nou, misschien is het wel familie. Dat weet je allemaal niet. Ik ken die mensen ook allemaal niet, joh. Mieke zegt, heb je daar kunst hangen? Ja, nou, ik zou je zeggen, op een gegeven moment zit je de hele dagen maar tegen diezelfde witte muur aan te kijken. Ik denk, ik hang wat op, heb ik een mooie sjaal opgehangen. Ik denk, is gelijk anders. Lijkt het wel kunst. Ja, toch? Is toch mooi? Even kijken, wie kan dan mooi zingen? Iemand kan mooi zingen. Hij kan ook mooi zingen, zegt Kappie. Ik weet niet wie, maar iemand kan heel mooi zingen. Nou ja, afijn. Het zweet loopt werkelijk waar. Zo uit mijn oksels, rechtstreeks, mijn zij, mijn flanken in. Ik zit helemaal te zweten. Ja, ik heb ook zo'n hoofd volgens mij. Het is allemaal vreselijk warm. Afijn. Mijn bonte kleurenkast. En ik... Oh ja, want dat wou ik ook nog laten zien. Ik had het al eens laten zien, hè. Ik heb dit. Ik dacht, er komt er... dat duurt allemaal al zo lang. Het loopt allemaal zo lang uit. Let op. Voor Mijn kleurenkast heb ik het volgende bedacht. Kunnen we dat horen of is het veel te zacht? Nou ja. Mijn bonte klerenkast. Vandaag dacht ik, laat ik wat warms aan doen vanwege dat het hier vanochtend zo stervenskoud was. Ik heb gelukkig wel een beetje een luchtige broek aan. En daar zit er wat onder mijn voet ook. Enfin, ik heb dus een trui aan, maar daaronder een luchtige rode pantalon. Heel lekker luchtig spulletje. Ik dacht, ik garneer het af met een mooie shawali. Die had ik donderdag ook, want ik was donderdag live op Toetoep. Voor de mensen die daar waren, ik had deze ook om. Maar dan had ik weer met iets anders gecombineerd. Maar ik vind het mooi, als je weet, oh, er zit rood in, dat zit in de broek. Maar er zit ook geel in en dat vind ik dan weer mooi, want dat komt weer terug in de trui. Zo kun je combinaties maken van, oh, dat zit daar in, dat zit daar in. Dat komt weer mooi terug. Daar kun je er wat van maken. Dat vind ik, het is wel een raar kussentje, je glijdt alle kanten uit. Ik weet niet, is dat ook goed voor de spieren in je rug? Dus je rolt ineens, maak je een smak naar achteren. Maar dat is dus mijn bonte klerenkast. Ik had vanochtend nog een hele... Mark-Marie Herbrechts kan lekker zingen, zo is het. Ja, hij kan ook lekker zingen, hij kan goed spelen, hij is lief, een lieve gozer vind ik dat. Ik ben helemaal weg van die gozer. Even kijken hoor. Ja, dan had ik ook nog kijkers helpen kijkers. Maar ja, dat was niet zo heel veel. Maar ik zou zeggen, als jullie zelf nog wat hebben voor kijkers helpen kijkers. Je kan er altijd mee komen, hè. Als je zegt, ik heb zus of me zo. Ik heb hier bijvoorbeeld iemand zegt, wie kan ik blij maken met een nog goed werkende elektrische schrijfmachine? Brotax 10. Nou, laat maar weten. Iemand zegt, ik heb 2 Perspex platen. Van 1,80 bij 75, gratis af te halen, ja. Dan moet je dat net nodig hebben. Maar ja, misschien heb je het net nodig. Moet je dat doen? Weet ik dat. Dan zegt iemand... Ik zoek het instructieboekje voor de mini-calligia. En dan allemaal cijfers en dingen erachter.
een instructieboekje voor de minicar Ligia. Nou, ik heb er nog nooit van gehoord, maar als je zegt, ik heb toevallig thuis zo'n boekje leggen, laat het even weten, wacht niet te lang, want aan het einde van de dag gaat de krant weer de prullenbak in. We kunnen niet aan de gang blijven. Ik ga het precies zo, kun je lekker combineren, heb je een paar basisdingen, doe je even zus, doe je even zo. Oh, wacht even. Oh, kijk. Kabi die is kritisch. Dat is goed. Die zegt, laat je nou niet zien hoe je de sjaal... Nou, dat is namelijk heel moeilijk. Ik kan het laten zien op Kabi, maar kijk. Ik heb... Dit is een beetje eng open. Dan krijg je een enge nek. Als je ouder wordt, krijg je een enge nek. Dan moet je dat bedekken. Maar dan heb ik dus die sjaal, die is zo lang en groot. Dus maar die vloekt de hele tijd raar. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb dus een stuk van de sjaal hier ingestoken. Dus wel heel warm. Veel te warm eigenlijk vandaar. En dan dacht ik, dan haal ik één stuk los. Dan heb je toch dat speelse dat het loshangt. En dan heb je de rest zit hier dan ingedraaid, als het ware. Zo, zo. Maar wel dat het er overheen komt, want anders is het gewoon zo. Dat is ook raar. Hè? Je moet wel een beetje dat het eruit ziet, luchtig en losjes. Snap je? En dan dus met één flap. Dat is hartstikke leuk. Nou, fijn dat het gewaardeerd wordt, dat de mensen daar oog voor hebben, is natuurlijk vreselijk leuk. Ik ga even een plaatje draaien, want ik wil even lezen wat jullie allemaal schrijven. En ik vind dit een mooi nummer. Het is mijn grote vriend Louis Neefs. Mijn vriend Benjamin. Maar hij zegt niet Benjamin, hij zegt Benjamin. Nou, dat doet mij dan weer gelijk denken aan dat ik vroeger, ik heb nog wel eens op bed gelegen met een... Hoe heet dat? De maagsfeer. En dan leek ik op bed. En dan kwam de dokter langs. Ik had een hele enge dokter. Nou zou je zeggen, dat was gewoon me too, hoor. Ja. Dan leek ik op bed. En dan kwam die dokter. Zo. En die ging dan helemaal over je heen hangen, zo. En dan zegt hij, u moet de hele dag roomboter en melk. Nou, ik hou helemaal niet van al die dingen. Hij zegt, en alleen maar veel, veel roomdingen. En misschien een ijsje van Jamin. Vond ik zo eng. Een ijsje van Jamin. Daar werd ik helemaal niet goed van. En dan hing die zo over me heen. Ik zeg, ah, ik heb nooit meer een ijsje van Jamin gegeten. Daar zei je gewoon, Jamin, hoezo nou Jamin? Wat een overdreven gedoe. Nou ja, dan moet ik dan aan denken bij dat liedje. Enfin. Even kijken, hoor, mensen, of ik het nog bij kan benen allemaal. Even kijken. Ho, nou, dat is ook wat. Ja, dat komt gewoon wel op zitten rommelen. Dan valt het allemaal uit elkaar. Blijkt allemaal weer niks te wezen. Even kijken. He, he. Nee, dat is waar. Dat zweet, ja. En ik heb dat laatst verteld hoe je dat eruit krijgt, maar ik ben het wel vergeten. Dus ik zou niet weten hoe je zweetvlekken dan nog uit je dingen had. Kijk, wel op zoek hoor, daar gaat het niet over. Hey, Do is er ook. Oh, juist, hoe bloed heet Bertie? Oh, Kaartje zegt, het is ook warm. Oh, Marijke, waar zit jij dan? Ben je als het koud? Dat is niet te geloven. Een trui onder je blouse. Nee, ik heb... Dit is een trui. Dit is een trui. Dit is een trui. Kijk maar. Het is een trui. Het is niet een hele super dikke trui, maar vandaar is het eigenlijk wel te dik. Ik denk dat ik straks gewoon in een hempje ga zitten. Ja, ik verwacht tot niemand, dus kan ik net zo goed thuis in een hempje gaan zitten. Trouwens, ik ga net zo makkelijk in mijn BH zitten ook, hoor. Denk ik vroeger ook, woon ik aan de macht, nou, ik had er gewoon scheid aan. Was het warm, had ik gewoon lekker een korte broek aan met mijn BH, maar kan mij dat schelen? Ja, dan moeten ze maar niet naar binnen kijken. Maar we mochten er niet binnen, want men kent ons. Je moet ook stilzitten. Oh, je moet wel stilzitten. Nou ja, weet ik dat. Even kijken. Terug naar Knokkezoete. Volgens mij heb dat de naam een capsule waardroop. Wat is nou een capsule waardroop? Nooit van gehoord. Even kijken hoor. Nou, het is leuk dat er zo vreselijk veel leuke dingen over mijn Shiwali gezegd worden. Even kijken, dat toch instoppen lucht... Ja, daar vandaan. Ladies hangt Sjaal verborgen, dat kan zomaar wezen. Ik kan ineens denken, wat zal ik morgen aan doen? Maar ja, als ik alleen nog ben en ik verwacht niks, dan ga ik gewoon hier lekker... dan hoef ik geen sjaal om ook. Ja, kan mij dat schelen.
Oh, heb je ook een engnek, zegt Kabbie. Nou, of je bent een engnek. Oh, je bent een engnek. Nou, een goed advies inderdaad. Ja, maagsfeer is niet lekker hoor. Ja, vroeger kreeg je dan allemaal, moest je de hele dag allemaal, allemaal room. Nou, dan ben je helemaal, op een gegeven moment ging je over je nek daarvan. Even kijken hoor. In de boog zit er eentje in het centrum van Den Haag. Wat zit er in het centrum van Den Haag? Even kijken. Oh, een chamin. Daar zit de schimmel in. Oh ja? Oh. Oh. Get voor het demmen. Nou, koekjes met... oh, wacht. Dan moet ik hem gaan uitzetten. Even kijken hoor. Ja, het is allemaal niet zo lekker. Nou ja, mensen. Ik ken het allemaal niet met bijbenen. He, he. Nou ja, afijn. Wat wou ik nog zeggen? Nou, we gaan nog een liedje doen natuurlijk, dat begrijp ik ook nog wel. Oh ja, ik had nog een vraag, want donderdag zit ik weer op YouTube. Ja, ik ga het dus nu proberen, zo op maandagmorgen hier op Facebook. Donderdagavond om rond de klokken van 7 op YouTube. Ik ben nog aan het experimenteren, dus misschien dat we de tijd veranderen. Als ik het ineens in mijn hoofd krijg, dat ik denk, nou, we maken er toch 11 uur 's ochtends van. Hangt allemaal een beetje vanaf. Ik heb binnenkort ook weer een afspraak bij de dokter. Dus nou ja, ik laat het allemaal wel weten. Allemaal volg het hier maar op dat Facebook. En ja, voor de mensen op YouTube. Ja, ik doe het mijn best om daar ook alles te vertellen. Maar ja, je vergeet nog wel eens wat. Ik ben ook niet meer de jongste. Dus pint me eigenlijk er niet op vast. Hè? Want ja, anders blijven we ook maar aan de gang. Oh ja, nee, dat wou ik zeggen. Ik heb dus dit apparaatje gekocht. Hè, ik had er alleen, maar die werkte bijna niet meer. Die klinkt ook alsof die uit elkaar kan vallen. Maar er zitten nog geluiden bij die je helemaal niet thuis kan brengen. Ik denk eens even kijken of jullie raaien, kunnen raaien wat je hoort. Luister, wat is dit? Oh, wacht, nou heb ik de verkeerde. Oh, deze is kapot, hè? Oh. Heel vervelend geluid. Wat horen we hier? Oh, jammer, Puk, je gaat er vandoor. Nou, werk ze. Hey, Marcello, die zegt, heb je nog een tip voor de hitte die eraan komt? Nou, ik zou zeggen, je moet je ergens zo min mogelijk bewegen. Veel water drinken, lekker met je voet in een koud badje. En ja, je kan, en dan haalt alles dicht, hè. Want je gaat niet, als je je ramen openzet en je hebt je gordijnen open, dan komt al die warmte binnen. Je kan beter alles dicht houden en dan je raam dicht. En dan hopen dat die warmte een beetje buiten blijft. En ja, als je mazzel hebt, heb je nog zo'n ventilator thuis staan. Heb je dat niet, dan ben je waarschijnlijk al te laat, want die zal er wel weer uitverkocht wezen. Nou ja. Een deur wel, zegt Do. Even kijken hoor. Ja, de hond knippen is ook verstandig. Even kijken. Even kijken. Deurbel, zegt Alice. Els. Fietsbel, zegt Leonie. Winkelbel, zegt Marijke. Nou, ik zal je vertellen wat erbij staat. Nou, ik had het niet gezien. Oh ja, dat is jammer, hè. Die chat zie je dan niet, Kabby. Maar ik had begrepen dat je ze wel zou zien, maar ik zag ze zelf ook niet meer. Ik begrijp daar helemaal niks van. Nou ja, we zijn allemaal aan het onderzoeken. Misschien kan ik nog wat vinden dat ik ze wel eronder krijg. Maar dit is dus heel raar. Er staat een teken bij van een dollar. Dus het gaat om centen. Dat kun je toch niet horen? Ik zou ook zeggen een deurbel of een winkelbel. Heel raar. Dan hadden we er nog een die ik ook niet kon begrijpen. Wacht even hoor. Oh nee, wacht, die kon allemaal. Oh nee, ik dacht, kennen we deze nog meezingen? Ja, welke tekst hoort daarbij? Laat maar even weten. Ah, mag dat niet? Een ventilator in het verpleeghuis mag niet vanwege corona. Oh, ja, dat is zal wezen, zo wezen. Ja, kijk, ik zit hier in mijn eentje in die kamer. Ik heb trouwens geen ventilator ook. Maar kan gewoon alles dicht. Bella zegt, ik ken ook niet op de avond, maar overdag wel, je hoeft mij niet te veranderen. Nou, nee, maar ik hou het allemaal aan de smies hoor, Bel. Een gebit dat los zit, ja. Maar wat hoort hier nou bij? Welke tekst hoort erbij? Die zien we, precies, Nas zegt, die zien we nooit meer terug, precies, die had ik ook in mijn hoofd. Dus je hebt allebei geluidjes hier. En ja, ik ken daar de hele dag mee spelen. Ik vind het hartstikke leuk. Die zien we nooit meer terug, zegt Nathalie ook. Nathalie van Leersum. Leuk dat mensen dat allemaal raaien. Want het zijn van die dingen die zitten in je hoofd. En die krijg je er dan in één keer weer uit. Ja, mensen, we gaan nog weer eens even een nummertje draaien. En het is alweer een poos geleden. Hij is wel eens eerder voorbij gekomen, denk ik. Maar ik dacht, nou, het is wel weer eens mooi. He, we kijken allemaal terug en meestal niet vooruit. Dus ik dacht, dan is dit wel een mooi nummertje.
Kijken of we het meteen snappen wat ik draai. Let op. Komt-ie. Kan er wel, toch? Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een plomper voor, een zandweg tussen corridor, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd, en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en de dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij mekaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtje springen. Dat dorp van toen, het is voorbij. Dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voor goed voorbij zou gaan. Ja, dat was natuurlijk mijn goede vriend Wim Sonneveld met het dorp. En een aartje. Oma Rijke zegt, zoet hart is niet te pruimen. Nee, je moet er wel van houden. Dat gaat ook heel lang. In het begin is het nog lekker. Er zit nog een lekkere smaak aan. Op een gegeven moment is het helemaal uitgekat. Heb je zo'n taaie bek. Nee, van mij hoeft het ook niet. Maar het is wel een mooi liedje. En dat is ook belangrijk voor te weten. Dat we gewoon graag mooie liedjes luisteren. En dat het vroeger alles beter was. Nee, natuurlijk niet. Sommige dingen wel en andere dingen weer niet. Kijk, vroeger hadden wij niet zo onder elkaar kunnen zitten op Facebook of Toetoep. Dat is nou weer mooi van deze tijd. Ik ga het eventjes vast op zoek naar het eindnummer. Ondertussen kijk ik nog eventjes wat de mensen allemaal... Ja, Scheveningen was een dorp, is het nog... Maar ze zeggen toch ook dat De Haag gewoon eigenlijk een dorp is. De Haag is gewoon een dorp... we willen het gewoon niet weten, maar het is natuurlijk gewoon een dorp. En een mooi dorp, want ik woon er met veel plezier. Ja, ik heb het nou een poos niet gezien van binnen en van buiten. Ik zie het nou van binnen wel hier, alleen maar in mijn kamertje. Met haarse uitzicht. Haarse uitzicht. Nou, ik zie precies alleen maar iedere dag hetzelfde. Want ik kan alleen maar naar buiten kijken, zie ik iedere dag hetzelfde. Nou ja. Afijn. Ja mensen, we zijn alweer aan het einde gekomen. Het was me een dagje wel. Ik ga het zometeen alles uitgooien en lekker in mijn hempje zitten. En ik hoop dat iedereen er een mooie dag van maakt. Gaat lekker naar buiten. Het is mooi weer als je naar buiten kan.
En ja, we zullen zien. Ik hoop natuurlijk dat een aantal van jullie donderdag terugkomt op Toetoep. En als je nou denkt, hoe kom ik daar? Je gaat naar www.toetoep.com/Mellybonte. En dan kun je gewoon mijn volgen daar, abonneren of hoe je dat ook noemt. En dat is heel leuk. Nou ja, fijn mensen, ik vond het vreselijk leuk. Fijne week allemaal weer. En ja, ik zeg van tot gemaakt. Ja, met ma. Heb je al wat gehoord? Oh. Morgen, denk ik. Oh. En hoe is je nog zo? Nou, kijk maar uit. Blijf maar goed binnen. Want je mag nou niet naar buiten. Je kan nou niet naar buiten gaan voor een boodschap. Dus als je wel wat nodig hebt, dan mag ze zelf gaan. Ja, nee. Maar je kan nou geen risico nemen. Daarom. Of je stuurt die kleine jongen, die schijnen er geen last van te hebben, die kleine kinderen. Ja? Nou, laat je het weten. Ja hoor. Nou, bye.